Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Goen. En vandaag gaan we een racebaan testen. Let's go. Vandaag een racebaan testen. Ja, we gaan de stad weer in om te kijken waar een racebaan te kopen is. En die gaan we weer kopen. Ja, want we hebben vroeger zo'n dingetje. Zo'n heel vet. Met zo'n looping, ja. Dat je tegen elkaar kan. Rood-blauw volgens mij. En die gaan we weer testen. Die gaan we testen. En we willen wel de grootste weer. De duurste. Ja, gewoon, ja. Of hoe niet per se de duurste, maar gewoon de beste. Ja, want we hebben een beetje bij Nerf getest. Ja, klopt. Het hoeft niet altijd de duurste te zijn. Nee, klopt. Precies. Zeker waar. Dus we gaan kijken wat we willen gaan kopen en welke winkel het beste is voor ons. Ja, één winkel heeft sowieso korting, dus daar gaan we als eerste heen. Ja, daar gaan we snel heen. We zijn weer aangekomen bij een van onze favoriete winkels. Een racebaantje. Dat is op zoek naar een racebaan. Zo, dat is ook vet. Zo'n Hot Wheels baan. Misschien kunnen we dat de volgende keer doen. Als jullie wat weten, laat het weten hier in de comments. Maar we zijn nu hier aanwezig voor de racebanen. €74,99. Dit is hem. Ja. Deze is aantal meters. Dat stond erop, toch? 11 meter. 11 meter. 11,4 bijna. 11,4 meter. Baanmeter, hè? Ja. En dan hadden we hier nog meer soorten. Kijk, deze is alweer ietsjes prijs, maar deze heeft weer deze twee loopingen. Nee. Ja, dat was leuk, hè? Als je zo ja, klopt. Dan kun je kijken wat erin zit. Hier heb je Formule 1. Is ook wel vet. Deze ziet er ook wel vet uit, hoor. Deze. 6,3 meter alweer. Dus dat scheelt echt veel. Hoor. Ja, wij willen natuurlijk veel meters. Wij willen echt de lange baan. Ja, wij willen echt hier racen. Heb je twee loopingen, een omhoog stukje. Ik denk dat dit moet gaan worden, maar we gaan eerst even naar de andere speelgoedwinkel kijken. Dit is ook kleintje met kwads, kijk. Oh joh, is ook vet. Met zo'n wissel. Oh joh, hier ook. Ja. De ene moet zo en de andere moet zo. Hoop ik wel dat de ene even snel is. Dat denk ik wel. Binnenbocht, buitenbocht. Andere winkeltje. Je hebt ook zo'n switch, dat je in één keer om en om ging switchen. Want de ene had eerst de binnenbocht en de andere keer, oh ja, hier ook. Kijk, hier heb je een switch. Kijk, hier ga je zo van wissel veranderen. Nou, laten we... Ik denk dat dit dan gaat worden. Dat denk ik ook, maar laten we eerst even naar een andere winkel gaan. We hebben altijd veel licht hier, hè? Dat is perfect. Ja. Nou, voor kamer is het overbelicht. Oh, dat is niet perfect. Dit is old school, hoor. Deze dingen, maar vooral deze. Oh ja. Ken je deze nog? Ja. Ging je met een steen eroverheen, hoor je zo. Klopt. Bang. Ik stak echt kapot van die dingen in de fik. Dit deed je echt vaak. Ja. Klappertjes, is dat zo vet. Ik wist niet meer dat dit bestond. Nee, dat mag vast niet meer. Maar je kan zo hier al je klappertjes in doen. Hop, en dan. Bam! Maar dit, serieus, dit stak altijd in de hands. Dit zijn niet meer die steen, die platte dingen toch? Ja, met de steen, ik kocht alleen maar dit. Dat was vroeger echt vet duur, ik weet niet wat het nu kost. Ik heb geen idee. Maar dit is wel weer dat ik denk van... Eigenlijk moeten we dit baan testen. Eigenlijk moeten we dit. Dit is ook €100 voor een autootje. Ik weet niet wat die kan. Er is zoveel hier. Ja, dat is niet normaal. Laat het weten. Ik zou ook dit echt een stuk of 1000 stuks of misschien wel 10.000 stuks in de fik willen steken en dan... Hoppa. Ik denk dat wel een duur is, maar dat is wel leuk. Kijk hier, dit had je ook altijd. Oh nee, ik dacht je had van die nepbonnetjes vroeger. Oh. Dan kon je achter mensen een auto leggen ook. Dat was wel grappig, hè. Winkel nummer 2. Ik denk dat het hem hier niet wordt. Dit is alles wat ze hebben, jongen. Zo. Mario Kart, kart, Mario Kart, kart. Maar kijk, dit bedoelen we dus. 75 euro's, omdat er een Pluto op staat. Puur het merk betaal je voor. Ja, nu, hoor. Gewoon maar puur omdat het van Mario is. Wel vet, want dit zou me wel echt triggeren als een malle, die twee kartdingetjes. Maar we willen echt voor groot, snel reden. Je weet toch? Nee. Ja, jij bent nerf verslaafd. Zo! 5 nerf maar. In de aanbieding. Hier moeten we niet naar kijken. Nee. Och, met balletjes. Nee. Nee, grapje. Ja. Nou, wel. Ik maak hem al een grapje, maar ze hebben echt met balletjes. Wee. Leuk. Als je nerf wil, moet je echt even naar de opruiming komen. Zo, maar echt. Oh, hier zijn ze echt flink aan het stunten. We hoopten dat ze dat ook gingen doen met die racewagentjes. Alleen het nadeel van die racewagentjes is dat... Wow, dit had ik vroeger ook altijd hoor. Zo'n treintje, want ik wilde ook dit knulletje zijn. Maar ja, helaas, nooit gewonnen. Dan maar dit. Zo, hola. Hey, dit was vroeger ook vet. Zat zo'n afbinding in, toch? Oh ja, inderdaad, aan de onderkant. Maar dan denk ik dat deze dat... Oh ja, nee, dat dit het niet is. Leuk. Naar de andere winkel. Terug naar de andere winkel, ja. Dit is me ook nooit gelukt. Een Ferrari. Lijkt Polen wel hier. Dat mag niet zeggen. Kijk dit. Wat vet. Ja. Kom, we gaan. En hij staat weer hier, hoor. God, man, onder je. Jij krijgt nog een boete. Ja, die krijg ik nog toegestuurd. God, man, ik ben echt net aan buiten. En, nou, meteen weer nu. Kijk, ook zo'n springding voor een tientje. We moeten gaan. Pokémon kaarten, moeten we die ook doen? Als investering? Kun je hier ook kopen, denk ik. Pokémon kaarten. Dat denk ik niet. Zijn we weer. We zijn er. Dit wordt hem. Eén van de laatste. Hij is wel relatief zwaar. Ja, dat is ook wel een prijs. Looping track. Hij gaat op stroom. Geen batterij nodig. Perfect. Die fout hebben wij eerst ook gemaakt. 15 euro's aan batterij erbij moeten kopen. En nu kunnen we vol gas trassen. Ik zeg afrekenen. Zelf inpakken. Is het gewoon een ready-to-kopen pakket? Of moeten we in één keer nog... 8 jaar en ouder. Nou, dat kan alleen maar goed gaan. Een autootje zit erbij, waarschijnlijk. Ja. Top. Top. We gaan. Binnen graag. Ziet me toch verlept uit, jongen. Nou, wat man. Tada. Ik ben blij. Dit keer doen we iets rustiger. Trek hem open meteen, joh. Het is... En dan nog op de kop ook. Een IKEA-doos. Oh, een reetman. Nou, van Audi. Van Audi, hè.
Kijk, is het echt van Audi? Ja, staat er echt op. Oh ja. Nou, nu ben ik natuurlijk het moment van de waarheid. Dat ik deze kan openen. Of die doos niet leeg is. Dat denk ik niet. Maar kijk hoe het eruit zag. Want dat is ook een liefje op aardigheid. Oh, kijk eens. Onnetje. Dat is een kartonnetje. Hij zit in een kartonnetje. Oh, was een plastic. Oh, wat mooi. Dikke looping. Zo, wat vet. In elkaar zetten. Al deze dingen. Wisseltjes, dingetjes. Oh, dat zijn allemaal wisselwaarden. Rechtdoor. Kan je ook je eigen baan maken. Bochtjes. Zigzag. Vet. Ladertje. Vet. Enkele baan. Oh, oh, dat is voor de looping, denk ik. Dat denk ik ook. De looping? Yeah. Of is dit zo'n... Hè? Huh? Dat hoort toch andersom gebogen te zijn dan? Ja. Het kan, het zal wel. Hè? Ik snap het niet. Dit dus. En... De schouder. Oh, deze zit wel goed. Ah oh, nee, ook niet. Nee. Nou, het zal wel. En... Maar waar zijn de Bugattis? Hier hebben we de mini-stukjes rechtdoor. Leuk. Hier hebben we de begin van de looping. De afstandsbedieningjes. Leuk. De rembocht, de startlijn. Zo kun je ook zien hoeveel het staat. Hè? Als je zo het langs gaat, dan telt hij op zo. Ja, precies. Ik mis wat belangrijk. Maar, ja. Waar zijn de... Die zit hierin. Oud, ik mag hopen van wel. Ja. En het mooiste, het belangrijkste van alles. Gaspedaal 1. Ja. De... R8. R8, maar hier staat niet het Audi logo op. Dat is dan wel weer jammer. Ik zie ook heel weinig kleursverschil. Ja, ik dacht vroeger altijd een rode en een blauwe. Maar misschien moet je hem zelf nog pimpen. Zullen hier ook wedstrijden van zijn? Dat zal me echt niks verbazen. Dat dit ook een sport is of zo. Nee, ik kan vol gas. Je vindt het toch niet uit. Lekker plakken. Kijk, Audi. Audi sport. Ja, nou, ik ga even de dingetjes plakken. Is dat het echt een flinke baan wordt, hè? Ja, want dit is pas... Oh ja, dit is wel de ene naast de andere uit. Oh, hier komt hij ook nog. Oh. Dat is echt flink, hoor, dit. Ik ben bezig geweest met de stickertjes. Als je van stickers plak houdt... En dat zijn onze kijkers wel, stickerview.nl natuurlijk, want het zijn vaste klanten van onderweg. Is wel leuk om te doen. Kijk hoe vet die gepimpt is. Ja, ik vind hem heel mooi. Dan heb ik hier nog een witte. Ja, dat wordt flink racen straks. Ja, dat wordt flink aan het puzzelen. Maar... Echt lastig nog wel hoor, dit in elkaar. We zitten echt te kijken van wie zit dan hier en dan daar. En dan heb je daar weer twee middenstukken en die moet dan weer zo en zus. En hier een bocht gaat die omhoog en dan wel vet. Het is echt een flinke baan, ik blijf het zeggen. Het is echt zeker heel vet. Maar dat wilden we ook, hè. We wilden een flinke baan. Kijk hoe die eruit ziet. Nou, we gaan hem nog verder in elkaar zetten en dan gaan we testen. Maar eerst nog eventjes een paar onderdeeltjes die we over hebben. Zoals hier hebben we ook nog wat dingen over. Een uurtje verder. Een uurtje hebben we gedaan om het in elkaar te zetten, denk ik. Ja, op zich wel redelijk snel. Ja. Het was even met z'n tweeën even poespas en doen. De baan in elkaar zetten is wat lastig, maar is logisch. Ja, maar als je hem zo hebt, dan kan je prima op je zondagje doen. Ja, zeker. En we hebben ook de stickers eraan gedaan, dus die zijkant zo vet. Ja. Dus het is echt wel een mooi baantje. Ik had hem echt niet zo groot verwacht. Nee, ik ook niet. Echt niet. Het is wel een leuk groot baantje. Ik denk dat we hem even mooi in het midden gaan centreren. Ja. En dan... Gas. We zijn helemaal ready om te gaan. Spelen. Oh, jij schrok. We gaan race, schrok inderdaad. Die andere hoor je. Ja, bij deze is echt plunk. Maar het wordt één groot speelparadijs begint hier te worden. We hebben ruimte tekort hoor, als we nog 10 banen van dit willen testen. Eigenlijk, als dit echt een succes wordt op YouTube, maken we een speciaal kantoortje voor alleen speelgoed. Dat zou leuk zijn. Dat zou echt leuk zijn. Dan kunnen we het ook houden inderdaad. Ja, dan kunnen we het houden, want dit gaan we waarschijnlijk of verkopen of weggeven op onze Instagram. Maar, ik denk testen. Ja, we gaan racen. Ik denk dat dit echt wel hard gaat. Test dit hebben we één baantje. Stekkertje erin. Daar is gek. Opnames van Mokromafia of zo, geen idee. Dat mochten we niet zeggen, maar dat is wel de... Ja, testen. Nou ja, eigenlijk moeten we... Nou ja, ik denk gewoon gas geven. Ja. Dit gaat top. Ja, leuk. Dan heb ik de eerste bocht eruit gevlogen. Vlieg je er zo snel uit. Oké. Spannend. Ik zet hem even... Ja, hier gaat iets nieuws. Juist! Zo! Je kan niet vol gas! Je moet echt remmen en alles. We hadden die haartjes even naar onder moeten doen, dat hij de baan raakt. Dit, hè? Ja, dat moet gewoon echt de baan raken. Hij heeft lampjes. Wel? Oh ja, sick! Nou, gas, erachtje. Oh, dit is wel lastig. Kon ik echt vol gas die baan pakken? Vroeger kon ik echt, want moest ik wel remmen ook. Andere. Huh?
Maakt dat uit? Voor en volgens mij is dit plus min en het autootje heeft ook hiervoor plus min. Ah, dan ga je de vierde kant op. Oh ja, hier is geen looping. Dacht je power voor ja, de looping? Ik dacht power voor de looping. Hij vliegt er wel snel af. En ja, ik denk dat je even moet wennen of zo. Zo. Dit is het, ja. Ja, zo moet je racen. Ja. Je moet echt gas remmen, want dat, ja. Het is als het dit was, het nee, hetzelfde, was dan was het saai. Nu kan je echt de bocht uitvliegen. Ja, ik weet dat je vroeger echt hard vroeger kon je ziek hard. Was echt... ja. Maar misschien deze weer makkelijker, hè, deze baan. Klopt. Want als ik dan bijvoorbeeld... deze kant. Even dus die andere looping. Toch? Ja. Ja. Technische problemen. Klein, oh ja. Dan moet je even door hard doorheen beuken. Flink hard. Bijna. Nee, dat gaat nu wel. Ik wil harder dus nemen. Die kan alweer wat harder. Want deze heeft weer die kronkel hier en daar en... Kijk, leuk. Ready om te racen. Zekers. Nou. Welke ben ik al, ja. Leuk, 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 leuk. Ik moet echt even... Oh. Oh. Ja, nu twee. Dat waren mooie slow-mo's. Dat waren leuke shots, leuke dingetjes. We gaan een wedstrijd doen. Ja. Even een steen, papier, schaar. Wie krijgt welke kant? Ja, en welke auto? En welke auto? Want er zit echt wel verschil in. Er zit mega verschil in. We hebben namelijk de witte, ja. De Turbo Blaster. Oftewel, die is helemaal kut. Of de Turbo Turbo Blaster, die is super kut. Ja, het is nee, niet dus... een lekker baantje. Nee, want is... laat dat eens zien, dat puntje daar. Wat je zei, dat is een minpunt. Nou, een mega minpunt. Kijk. Soms doen ze het ook even niet. Gaat alles bijna een stukje? Ik denk het. Let op. Dan word je hier ook en dan... Oh, hij doet het. Soepel, okay, soepel, okay, soepel. Okay. En deze? Oh. Twee auto's. Ja. Dit is de meest kutte, die witte. Ja, die witte is echt voor de verliezer. Deze die houdt hem echt niet in de baan. Ja, dat dit dus. Punt. Dit. Dat is dat heel irritant. Ik kan wel schuiven, maar dit hoort echt... Hij vliegt zo snel die baan af, dit ding. Dat. Dat hoort toch niet? Dan denk je, oké, ik heb vaart nodig. 3, 2. Heel veel vaart. Nou, dan komt hij. 3, 2. Nou. En dan, je moet er echt wat tussen zetten, maar... Och, hier ook. Want verdomme, mijn spiegel is afgebroken. Oh nee, hij zit een beetje soepel. Deze zit strak en... Ja, dan wel, zie je, als je hem helemaal scheef trekt. Ja. Dit is een lekker baantje nu. Ja, dit is lekker. Ja. Hop, hop, ja, hop, power. Hop, power. En helaas. En dan crash je hem echt door dat punt. Ja, hoor. Dat is echt jammer. Ja. Dat is echt heel erg jammer. Heel leuk, maar ze hadden hier wat ruimte moeten bewaren. Ja. Dus dat vind ik wel een minpuntje. Laten we even een race doen. Maar eigenlijk is het niet eerlijk om een race te doen, want je verliest toch als je hier zit. Of zou deze meer die kant op moeten? Ja, maar dat klopt dit weer niet. Want daar gaat hij perfect door het middenpunt. Ja, dat is waar. Dit is de officiële hoe die gebouwd moet worden. Zeker. Kan ook. Kan ook. Je kan er ook zelf wat gaan knutselen. Ja, dat punt daar, dat is hem niet. Zo hinderlijk. Nou, ik ben nu lekker aan het racen, een beetje aan het oefenen. En denk uiteindelijk van, nou, ik heb niet meer zo heel erg veel zin. Dus ik stop ermee. De eindconclusies van de Nerf Gun. Fucking vet. Ja, heel leuk. Ik wil er nog meer kopen. Maar het gaat eigenlijk nu om de racebaan. Ja. De racebaan was maar liefst, hoeveel was hij? Volgens mij 79 euro of 74 euro, zoiets geks. Rond de 80 euro. Precies. Was hij. Dus 74, erg duur. 79. Net zo erg duur prijzig. Als twee Nerf als één X-shot en een Nerf. Precies. Ik weet niet of wij te jong zijn voor zo'n racebaan, maar op zich, hij is wel leuk. Te oud. Te oud zijn voor deze racebaan. Ja. Want op zich, hij is wel leuk, maar ik laat jullie wat puntjes zien. De hele baan vind ik eigenlijk wel een plus, zeg maar. Die vind ik wel goed. Geef ik wel een goede Dit angst. Is een flinke baan. Ja. Groot. Toch? De baan is goedgekeurd, toch? De baan is perfect. De baan is zelf goed. Alleen één nadeel. Hier bij dit bocht, puntje, krijg je namelijk dit. Hij komt aan. Hij klapt hier tegenaan. Dit gaat niet lekker. Nee. Dus het is de hele tijd, als je rijdt, de Kenny. Hij gaat er niet lekker langs. Dus nee. Als je deze baan oppakt, dit gaat zo close langs elkaar. Hoor. Je hoort ook maar door dit tikt hij hem al van de baan af. Ja, dan tikt hij hem dus van de baan af.
nog een minpuntje. De ene auto is wel echt veel beter dan de andere auto. Als je met je vriendjes gaat spelen, kies dan de zilveren. Precies, of misschien als je er eentje koopt, dan heb je uiteindelijk wel een witte. Dat die weer beter doet. Precies, maar uit de standaard kit. Ja, het ligt eraan denk ik joh. Het is echt, want die haartjes en dingen, ze hebben alles al mee geprobeerd om het goed op de baan te krijgen, maar het lukt nou niet helemaal optimaal. Nee. Wat wel zo is, als je een beetje oefent en probeert, en je pakt gewoon je goede autootje, je bent de hele tijd in je eentje bezig, ga je wel lekker. Als je gewoon half gas doet, kan je zonder probleem die hele baan. Ja, want als ik nu bijvoorbeeld, even kijken, deze pak met, als ik hem zo pak, zo, dan is het wel echt gewoon... Dit is leuk. Ik weet niet welke dit is. Oh, nou, die dus. Kijk, hier crasht die. Maar pak je dus deze baan met deze afstandsbediening, en we sluiten hem even goed aan. Dan is het alweer een stuk makkelijker. Nou, het is nog steeds niet helemaal optimaal. Kijk. Zie je? Ja. Het is, ik weet het niet. Is het net niet. Het is het allemaal net niet. Nou, je wil gewoon leuk spelen. Kijk, dat ik uit de bocht vlieg, dat kan mij spelen. Ja, maar dat is leuk. Dat is juist leuk. Want dat is juist het spel. Kijk, en zie je die looping. Kijk, nu gaat het wel weer beter. Ja. Dit is inderdaad de baan. Dit is hoe het hoort. Ja, en dat hoort dat ook. Hoort. Dan ga je te snel. Ja, dan ga je gewoon te snel. Maar die kleine haperingetje dat hij af en toe de baan niet pakt. En of dat stukje daar. Dat vind ik wel heel jammer. Maar ik denk dat wij dan te kieskeurig zijn voor dit. Maar ik zou dan toch Maar je kan niet lekker met z'n tweeën racen. Nee. Dat is niet eerlijk. Nee, het is niet eerlijk. Maar ik vind hem wel leuk, wel grappig. Ja. Leuk in elkaar zetten, alles erop en eraan. Ik vind het wel een zesje waardig. Maar niet dat ik denk, god, dit zou ik... Ik geef hem ook een zes. Als ik denk, als ik een zoontje zou hebben, dan zou ik dit wel geven. Dat vind ik wel grappig. Ja. Maar dan echt met de hoop dat hij dan een goede krijgt. Het is een beetje Pokémon kaart. Hoop dat hij een goede pack krijgt. Nou, het is echt, als je dit in je woonkamer... Het is echt gewoon een flinke baan. Ja, maar niet helemaal juf van net. Nee. Eindconclusie, leuk om te hebben. Ja. Maar voor ons zijn we iets te oud misschien. Ik denk dat het dingetje is. En te kieskeurig, want we willen perfect en goed racen en echt een strijd. Maar als je een beetje als vrienden dat met elkaar... Dat lukt niet, een mager zesje gewoon. We hebben wel 2-3 uur lang mee gekloot en gespeeld. Ja, dus, zeker. Dus het is wel iets, het is niet niks. Het is een bezigheid. Het is leuker dan een helikopter. Ja, die was helemaal snel. Ja, die was helemaal snel. En nog duurder. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat even weten wat we de volgende keer moeten testen. En wat jullie van een racebaan vinden en of jullie die vroeger ook hadden. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.